Wil je ook mooi gelifte ogen? Dit kun je goed bereiken door je ogen mooi op te maken en daarvoor een wenkbrauwpolo te gebruiken. Zet de wenkbrauwen goed aan en deze worden dan direct gelift. Ik heb hiervoor Youngblood Brow Artist Sculpting Pencil gebruikt in de kleur blond. Ook heb ik gebruik gemaakt van een highlighter voor onder de wenkbrauw, het Eye Illuminating Duo Pencil van Youngblood. En een highlighter is eigenlijk een lichtpuntje dat je zet onder de wenkbrauw om hiermee de aandacht op de wenkbrauw te vestigen en zichtbaar te liften. Youngblood staat bekend om zijn primers en natuurlijk mag een primer voor onder de oogschaduw niet ontbreken. Deze breng ik aan met een concealerkwast, zodat de oogschaduw de hele dag goed blijft zitten. Nu is het tijd voor oogschaduw. Op het bewegend ooglid maak ik gebruik van een mooie glanzende kleur. In de arcadeboog gebruik ik een donkerdere kleur. Wanneer je een overhangend ooglid hebt of er een beetje moe uitziet, kun je hiermee eigenlijk als het ware je ooglid een beetje naar achter duwen en camoufleren. Doordat je op een bewegend ooglid een glinstering hebt of een lichtere kleur, valt het veel meer op en komt het naar voren. In de arcadeboog en op het meer overhangende gedeelte van je oog, daar zit een donkere kleur. Dus dit corrigeer je en duw je naar achter. Blenden is ook heel belangrijk. Met een goede kwast zorg je ervoor dat de oogschaduw goed gemengd wordt en er geen harde lijnen ontstaan. Onder het oog maak ik gebruik van een concealer in de kleur medium. Een concealer is perfect als je er een beetje moe uitziet of donkere kringen hebt. Je kunt hier heel mooi een frisse uitstraling mee creëren. Natuurlijk maken we ook gebruik van extra veel mascara. Hierdoor vestig je veel aandacht op je ogen. En dat is nou net wat we proberen te doen. Het oog groter maken en liften.